video. Vandaag gaan we downpipes installeren. Gaan we doen bij MCM Motoren in Heumen. Die doet al mijn werk aan mijn auto's. De vorige golf ook, de turbo ombouw alles gedaan. Het is toevallig ook nog mijn broer. Maar hij is echt de beste met ombouwen, custom dingen maken en dat soort ongein. Dus daar gaan we nu naartoe. Downpipes liggen achterin. Die heb ik tweedehands kunnen krijgen. Dus dat scheelt weer wat knaken. We gaan niet gelijk stage 2. Kan wel als je downpipes zonder kat hebt. Maar dat laten we nog even voor een andere video. Maar we gaan natuurlijk op zijn minst stage 2 straks. So yeah, that's it. Ik ga jullie het geluid voor en na laten horen. Maar we rijden eerst even naar mijn broer. Gaan we de auto op de lift zetten en downpipes erop zetten. So let's go. We zijn gearriveerd, MCM. Dit is de mascotte van MCM. Doe eens een jel. Nee, doe geen jel. Ik hou niet van jel. Okay. Met maar een bel. Dit zijn de downpipes. Mooi spul. Goed voor het milieu. Daar doen we het voor. Even de auto laten afkoelen en dan kunnen we hem erop zetten. Pouch zat vast. Ze hebben eraf geslepen. Ik zeg wel, maar ik heb niks gedaan. Dan kunnen we verder. Jongen, waar is al het gereedschap nou? Dat heb ik niet gehad. Zoals je ziet, een boel roest. Blijft een BMW. Maar ik krijg ze wel onderuit. Blik mijn wielen. Oh ja, hier liggen de oude downpipes. Een heleboel blokkerend vermogen. Zoals je ziet, helemaal vol met wespennest dingen. Zo zijn de oude. Hé, het is ook wel gewicht, Melly. Minder. Wow, dit ding weegt 450. En die 1 kilo. Oké, dan gaan ze eronder bouwen, de nieuwe. Geen accu aansluiten, jongen. Het was weer een machtoperatie. Oké, opruimen, spreken jullie zo. Even nou kijken hoe mijn broer vindt dat die klinkt. Ik ben zo doen dat ik niet te veel kan. Hij klinkt wel goed of niet? Hè? Hij klinkt wel goed of niet? Ja, moet je zo achter gaan staan. Ja, dat hoort ook. Ga maar hoort toch. Wat wel mee? Klopt goed toch? Valt mee toch? Ja. Ja toch?
Gunshots. Gunshots, ja. Er komt de katalysator, die blokt er normaal helemaal uit. Gaat wel hard, toch? En maar geen voortzoningslampje op? Nee, nog steeds niet. Fuck. Ja, dat zit helemaal beter. Ja, dat is heel beter, afkloppen. Ik hoop dat hij niet komt. Sowieso een goede upgrade dus. Sowieso, ja. Vooral als die motorstoring uitblijft. Ja, dan helemaal. Ja. Anders moet hij gewoon uitgecodeerd worden. Maar sowieso, die katalysatoren rijdt sowieso een goede upgrade. Ja, sowieso. Hoor die verschil. Hoor, je hoort echt goed het verschil. Ja, joh. Dat had ik bij de PS60 ook altijd. De katalysator eruit was meteen een raket, joh. Ja, dat klinkt echt 200 keer beter, zo. De rest van die uitlaten hoef je eigenlijk niks meer laten doen. Ik denk dat het helemaal zwaar. Nee, daar kan je niet meer rijden. Nee. Deze heb je nog die klep erin zitten. Ja. Misschien je kan altijd nog iets met die tips doen, toch? Die eindstukken. Ja, dat heb ik al. Ik heb tips besteld al. Ja, snap je? Ja, voor de rest is die oké, toch? Okidok. Zo, gaat moeilijk. En dat is het. Bedankt voor het kijken.